dat je weer kijkt naar Satisfying Maandag. In deze video gaan we gewoon letterlijk de meest satisfying video's kijken van de week. Dus let's go! En we beginnen met deze super satisfying video. Kijk dan hoe die dat snijdt en hoe sappig dat fruit eruit ziet. Ik vind het zo ziek en het ziet er ook zo lekker uit. Ik krijg gewoon zin in fruit door deze video. En satisfying! Wat? Zie deze perfectie. Oh, hier word je toch gewoon... Dit is toch gewoon... Hier word je gewoon rustig van, zeg maar. Dit is toch gewoon fijn om naar te kijken. Je wil je toch gewoon, zeg maar, de hele dag naar kijken. Zo satisfying, zo mooi, zo perfect. Maar daar is geen tijd voor, want de video's worden steeds satisfyinger. Dus blijf kijken. Bijvoorbeeld dit, 1000 blikjes die geplet worden. Jij thuis doet zeker wel eens een blikje pletten. Maar dit zijn er 1000 tegelijkertijd en ze zitten ook nog eens vol. Wajo, wajo. Kijk, dat is satisfying. Dat is satisfying. Maar blijf kijken, want het wordt nog satisfyinger. Ja, we zijn nog lang niet klaar. Je bent nog lang niet van me af. Eten. Satisfying eten. Ja. Oh. Oh. Je krijgt er toch gewoon honger van. Hoe crunchy dat was en hoe lekker dat klonk. Was gewoon, ah, perfect. Kijk deze gast dan. Hij is gewoon even lekker het gras aan het maaien. Maar dan echt op een next level manier. Dit is echt één lijpe grasmaaier. Jeetje. Dat gaat echt veel te makkelijk. Deze gast is echt één zieke baas. En hij heeft een heel satisfying beroep. Wat hebben we hier? Oh, ik weet al wat we hier hebben. We hebben hier iemand die echt perfect kan schrijven. Maar dan ook echt perfect. Zeg maar, deze persoon die schrijft gewoon zo perfect. Het lijkt wel een computer. Het is gewoon niet normaal. Kijk dan. Zeg maar, dit is toch niet normaal? Dit is gewoon een lettertype op Word. Zo perfect schrijft deze persoon. Ik ben echt jaloers hierop. Waarom heb ik niet zo'n mooi handschrift? Als jij je ooit afvroeg hoe ze stoelen schoonmaken in een stadion. Nou, dat doen ze op deze manier. Ze branden het letterlijk. Wow. Dat is lijp. Het wordt weer helemaal, zeg maar, de oude kleur. Het wordt weer helemaal nieuw. Dat is echt heel ziek. Kijk dan. Ha. Maar dan werkt het ook met dingen als een schommel. Of ja, andere dingen van plastic. Dat is echt wel heel lijp. Zee. Ja, blijkbaar gasbranden erop en dat is de oplossing. Dan heb je weer hele mooie stoelen in een stadion. Dat moment dat je iets nieuws hebt gekocht en dat je dat stukje eraf mag trekken. Dat is ook altijd zo satisfying. Dat velletje dat dan eraf gaat. Oh. 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 En deze persoon die heeft gewoon een nieuwe auto gekocht. En die mag dat dus bij elk schermpje doen. Nou, nieuwe auto's die hebben tegenwoordig al 1000 schermpjes. Dus hey, veel plezier ermee. Voor de boys, let's go. Oké, deze is voor de boys blijkbaar. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft een soort van... Dat is helemaal bevroren daarin. Oh! Oh! Oh, please, gooi hem kapot. Volgens mij gaat hij hem kapot gooien. Ja. Doe het. Oh. Zo perfect. Zeg maar, als ik ooit zoiets vind, ik zal het gelijk voor jullie filmen, ja? Ik zal het ook kapot gooien. Mijn vader stuurde me dit. Oeh, ik ben heel benieuwd. Oh, dat is echt perfect. Dat is echt perfect. Oh, dat is echt heel erg perfect. Oh, kijk dan. Dit is heel satisfying. Hoe dat zo perfect wordt ingekleurd. Ik hou ervan. Dit is nice. Ja, ja. En zo heb je een mooi gele pijl. De Dubai bekende chocoladetaart. Oh, ho, ho. Ja, kijk, als je chocoladetaart bestelt, dan moet het zo'n chocoladetaart zijn. Gewoon een chocoladetaart waar letterlijk het chocolade vanaf dript. Dat wil ik gewoon hebben. Ik wil dit gewoon eten nu. Oeh, dit soort video's zijn ook altijd heel satisfying. En hier moet ik eigenlijk gewoon mijn mond bij houden, want het klinkt ook zo lekker. Zo lekker. Gewoon lekker. Zand is gewoon lekker satisfying. Lekker sand crushing. Had jij ooit verwacht dat een toilet schoonmaken satisfying kon zijn? Nou, ik niet. Maar kijk dan. Dit ziet er heel raar uit of zo. Maar ook heel satisfying. Poeder erover. Wie maakt er nou op deze manier zijn toilet schoon? Blijkbaar zijn er mensen die het op deze manier doen. En wat zijn al die... Waarom is alles zo felle kleur, al dat schoonmaakmiddel? Kijk dan. Oké, nog een beetje dat erbij. Nog een beetje dit erbij. Deze toilet ziet er niet per se schoner uit. Ga je nu doorspoelen? Spoel door. Spoel door. Doe het. Doe het. Nee. Deze persoon gaat gewoon niet doorspoelen. Wat is dit nou weer? Deze gozer kan super satisfying snijden. Kijk dan. Kijk dan. Oh, dit is toch nice.
Dit is toch ziek. Hij heeft gewoon even... Dat was gewoon een avocado, hè. Die deed hij gewoon pap, 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 pap. Deze guy heeft echt talent. Hij heeft talent en hij kan iets heel satisfying. Wat wil je nog meer? Wanneer je honger bent op werk. Oh, nou, nu ben ik honger. Nu heb ik ook honger, bedoel ik. Wat zei ik? Nu ben ik honger. Nu heb ik ook honger. En als ik dit als werk kan zien, dan heb ik nu ook honger op werk. Ah, zo'n hanger. Oeh, wat hebben we hier? Wat is dit? Het is een stuk fruit of zo. Huh? Oké, hij draait erin. Oh, dat zag echt heel perfect uit. Als je mac and cheese niet zo klinkt, dan moet je het houden. Oké. Ja, dat klinkt wel heel erg nice. Dat moet ik heel eerlijk zijn, dat klinkt heel nice. Gewoon van dat harde kaas, dat zo breekt, zo... Oh, lekker. Oké, dit is deeg en die wordt nu geopend. En het ziet een beetje uit als een spinnenweb of zo. Ik wist niet dat deeg openen zo eruit zou zien. Maar dit is wel heel nice. Dit is wel heel nice. Ik wil nou gewoon een stuk deeg en gewoon mijn handen erin doen. Oeh, een lekkere chocolade aardbei. Maar deze chocolade aardbei wordt next level. Kijk, dan eet ik wel aardbei hoor. Dan eet ik echt wel mijn fruit. Zo satisfying. Oeh. Trek het eruit. Kom op. Dit is wel heel satisfying. In één keer is het weer... En het is weer helemaal schoon. Dat is ook netjes. En het is satisfying. En in één keer is je emmer schoon. Het is gewoon win-win. Oeh, we hebben hier van dat rook. Dat ziet er ook altijd zo nice uit. En dan leg je dat daarop. En dan stroomt dat rook naar beneden alsof het water is. Ik zou dit zo graag willen hebben. Maar hoe? Maar hoe? Ik heb dit nog nooit in een winkel of zo zien liggen. Maar als ik het een keer zie liggen, dan zou ik het gelijk kopen. En waarschijnlijk een week naar staren. Dit is een boom met een soort van puistjes. Ja, letterlijk... Een boom met puisten. En hij prikt ze kapot. Kijk, normaal vind ik die puistenvideo's vind ik helemaal niet nice of zo. Maar van een boom vind ik ze wel nice. Ik wil deze boom ook zeg maar gewoon poppen. Oeh, we hebben opnieuw dat rook. Oh. Dat ziet er zo nice uit, jongen. Oeh, en dan gaat het daarop. En dan stroomt het zo naar beneden. Ik ben hier zo fan van. Ik ben hier echt fan van. Dit is zo nice. Gewoon... Rook dat op water lijkt. Hoe is dit een ding? Deze persoon gaat een lekker theetje zetten. Alleen op de meest satisfying manier. Zeg maar, dit is gewoon mega satisfying. De thee wordt bestuurd met een of ander magneet of zo. Nou, hij laat het even staan zodat de thee goed inwekt. En dan kijk, dan komt die magneet en dan stroomt het naar beneden. En dan heeft hij dadelijk ook nog een perfect glas. Let op. Alles is perfect hieraan. Zeg maar, ik drink niet elke dag thee. Maar als ik zo mijn thee zou kunnen zetten, dan drink ik elke dag thee. Dit voelt, zeg maar, als je dit in een restaurant zou vragen, dan ben je gewoon 30 euro kwijt. Waarom is dit zo satisfying? Waarom is dit zo satisfying? Oh, kijk dan. Zo perfect allemaal. Zo perfect allemaal. Dit was weer satisfying maanden voor vandaag. Wil je nou nog meer satisfying video's? Klik dan snel op deze video. Ja, dit zijn ook hele satisfying video's. Dus klik er snel op als je meer satisfying video's wilt zien. Doe duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. Mick out.